Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regen vlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Al zijn klanten zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat? Hoor je klop, de post. Kijk gauw op de mat. Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Kom nou, pap. Ik kom al. Au. Zo. Goedemorgen, mevrouw de kok. Goedemorgen, Julian. Goedemorgen, Pieter. Morgen, mevrouw de kok. Oeh, Pieter. Is alles goed? Je klinkt niet erg gezond. Oh, het gaat goed. Ik ben alleen een beetje buiten adem. Ik heb gefietst. Oh, ik snap het. Ik help mijn vader trainen, mevrouw de kok. We spelen straks een potje straatvoetbal. Oeh, dat klinkt erg leuk. Ik denk dat ik ga kijken om jullie aan te moedigen. Oh, en dan breng ik ook wat lekkers mee voor tijdens de rust. Dat is aardig van u, mevrouw de kok. Geweldig! Mag ik nu naar het veld om te oefenen met Sjaki? Natuurlijk, Nul. Bedankt, pap. Ik zie je bij de wedstrijd. Dag, mevrouw de kok. Doedeloe, Julian. Kijk eens, Pieter. Ik heb je postzak hier al klaar liggen. Alleen deze brieven moeten daar nog in. Oeh. Oh, jee. Dit is veel meer post dan ik dacht. Ik zal mijn ronde snel moeten doen als ik op tijd bij de voetbalwedstrijd wil zijn. Ja, Pieter. Die mag je niet missen. Ik zie u strakjes, mevrouw de kok. Dag, Pieter. Succes. Hè? Miauw. Oh, nee. Op deze manier komen we natuurlijk nooit ergens. Vooruit, Smoes, in je mand. We zullen de post per fiets moeten rondbrengen vandaag. Ik hoop dat we op tijd klaar zijn voor de voetbalwedstrijd, Smoes. Hop, 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 hop. Ja. Kom op, Sjaki. We gaan beginnen. Ja, nog heel even, pap. Hallo, meester Pruisen. Hoi, Sjaki. Hallo, Julian. Heb je zin om mee te doen aan onze voetbaltraining? Ja, ik kan eens niet wachten op de wedstrijd. Wat ben je aan het doen, Sjaki? Zou je nu niet moeten trainen? Dat doe ik. Ik bereken de vluchthoek van de bal. Waarom? Zodat we de juiste hoek kennen om de bal te schoppen en dan te scoren. Het is een exacte sport, weet je? Juist. Hier, Julian. Doe jij maar wat oefeningen terwijl ik doelpalen maak. Zo, deze tassen zijn wel goed. Kom op, Julian. Laat eens zien wat je kan. Zo'n fietsronde is lang niet zo erg als ik dacht. Maar we zullen toch sneller moeten als we die post op tijd willen bezorgen. Hou je vast, Smoes. Oh, mijn hemel. Is alles goed, Pieter? Oh ja, het gaat wel. Oh nee, mijn brieven. Oh,
nieuwe smoes. Is alles goed? Het spijt me vreselijk. Ik had zo'n haast dat ik niet meer op de weg lette. Het is al goed. Ik ben blij dat je nog heel bent. Ziet u, ik wil snel werken zodat ik op tijd klaar ben om mee te doen aan de voetbalwedstrijd. Daar gaan wij ook heen. Kom op, Pieter. We rapen de brieven samen op, dan kun je snel weer verder. In welke hoek denk jij dat Julian schiet? Wacht even, pap. Ik zal het berekenen. Oef! Ja! Goal! Die kant. Sorry. Gescoord! 1-0! 1-0! Smoes! Mooie redding, Pieter. Dank je. Dat scheelde niks. Het spijt me dat ik jullie zo liet schrikken. Maar ik train mijn vader voor de voetbalwedstrijd. Hallo, Pieter. Hallo daar, Arthur. Pap, je bent traag. Dit fluitje is geweldig. Kijk. Hoppa, hoppa. Zoiets. Oh, hemel. Misschien dat het fluitje toch niet zo'n goed idee was. Ik denk niet dat ik geschikt ben voor al dat geren. Maar met jouw politieervaring ben je geknipt als scheidsrechter. Ja, scheidsrechter. Dat klinkt veel beter. Julian en Sjaki zijn aan het trainen op het veld. Waarom doe je niet met hun mee? Bedankt, Pieter. Dat doe ik. Ik zie je later, pap. Op welke positie ga jij spelen, Pieter? Ik weet het niet. Het maakt me niet uit als ik maar op tijd kom. Hier. Oh, dank je. Ik moet weer verder. Toedeloe. Toedeloe, Pieter. Kijk uit. Oeps. Hey. Sorry. Pap. Pap, hou op. Oh, sorry daarvoor. Zo. Ja. Oeps. Pap. Sorry. Hoi, Lucy. Hallo, Lucy. Hallo allemaal. Wat heb je meegenomen? Mijn vaders verkeerspionnen. Ik dacht dat we er misschien omheen konden dribbelen. Misschien dat pap me dan niet voortdurend omver loopt. Kom op, zo slecht ben ik niet. Kom op dan, we zetten ze neer. Zo, waar zijn mijn kniebeschermers en doelpalen? Oh jee, hoe kom ik ooit langs zo'n hele kudde schapen? Mijn strandbal. Dus daar lag hij. Hop, hop, hop. Hey, hop. Oei. Hey, hop. Ha. Wauw. Dat was geweldig, Pieter. Ach, bedankt. Sjaki! Wacht even, ik ben bijna klaar. Dan zet ik deze hier zo. Schiet op, Sjaki! Deze dan hier. Ik wil ook een keer. Ja, we hebben niet de hele dag. Ze moeten toch op de juiste afstand van elkaar staan. Oh jee, we komen nog te laat, Smoes. De wedstrijd begint al bijna. Oh, er is niemand thuis. Waar kunnen ze zijn? Ah, daar gaan ze. Ik moet ze inhalen. Deze brief kan belangrijk zijn. Oh nee.
Een lekke band. Ook dat nog. Blijf hier, Smoes. Nisha, je post. Oh, dank je, Pieter. Graag gedaan. Wauw, mam. Kijk hem eens rennen. Oh, Smoes, ik geloof dat de post rondbrengen een stuk vermoeiender is dan een potje voetbal. Vooruit allemaal. We gaan 2 teams maken. Oké. Eens kijken. Dr. Geurtsen, Sarah, Lucie, Sjaki en Chef. Jullie vormen het ene team. En Nisha, Mira, Dick en Julian. Jullie vormen het andere. Maar waar is pap? We beginnen toch niet zonder hem? Oh jee. Nu zijn we te laat, Smoes. Ze zullen zonder mij moeten beginnen. Luister. Dr. Geurtsen, ik wil dat u de hele tijd blijft bij Julian. Oké, Sjaki. En Sarah en Lucie, wacht tot ik breed ga spelen en speel de bal. Ja, oké. Sjaki. En pap, jij zorgt ervoor dat de bal niet in het doel komt. Oké, Knul. Is iedereen klaar? Nog niet. We moeten eerst nog opwarmingsoefeningen doen. Oeh, schiet op, pap. Waar blijf je? Kom op, Smoes. We halen het. Morgen, mevrouw de Kok. Oeh, gut, die Pieter. Pap, je bent er. Ik zei toch dat ik er zou zijn. Dat was een mooie wedstrijd. Goed gespeeld. Mm-hmm. Yay! Yay! Goed gedaan, jongens. We hadden het nooit gered zonder pap. Ja, Pieter. Waar heb je zo leren spelen? De postbezorging van vandaag bleek voor mij de beste voetbaltraining die ik ooit heb gehad. Dat moet wel. Jij was de beste. Yay! 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 Pieter, Pieter Post. Wat zit er toch in je tas? Zou het een brief zijn? Is het een pakje? Is het een briefkaart? Wat is dat? Smoes de kat!